Vicepresident Ashwin Adin verwacht niet dat het onderwijs wederom lamgelegd wordt. Ondanks de toekenning van een koopkrachtversterking van 500 SAD zijn de onderwijsgevenden teleurgesteld. Op hun loonslip staat wel aangegeven dat zij er met 500 SAD op vooruit zijn gegaan, echter krijgen ze vanwege het belastingssysteem dit geld niet in handen. Adin zegt dat de leerkrachten geduld moeten betrachten. Volgens hem zal de koopkrachtversterking pas op lange termijn te zien zijn. Een lichtpunt naar zijns inziens is dat de pensioengrondslag van de leerkrachten wel meer is geworden. Een reactie geven van schrijven richten naar de mensen. Kijk, we hebben gezegd vanaf september vorig jaar zijn we gestart met het herwaarderingscomponent van financiële componenten opvoeren. Als men vanaf daaruit begrijpt, is iedereen minimaal 500 plus vooruit gegaan. Dat is wat men moet beschouwen en dat hebben de ambtenaren niet eens gekregen. Als men gaat vergelijken met de vorige man dan nu en zijn laatste fase herwaardering, men is ontevreden, kan het om bepaalde redenen zijn. We weten dat bijvoorbeeld bij die belastingsschalen, als je een schijf omhoog gaat, dat uiteraard belasting, maar we doen niet vergeten dat meer pensioengrondslag ook omhoog gaat. Dus de mensen hebben misschien wel een belasting, ziet men er niet veel verschil vanuit de vorige man. Alhoewel ik zeg, kijkende vanaf vorig jaar september, dat uiteindelijk een betere verbetering en dat men wil bewerkstelligen. Dus men moet niet een hele kleine periode alleen gaan bekijken, terwijl men weet dat men totale herwaardering wel allemaal iets van 500 plus of zo, om even ten goede, vooruit is gegaan. Anderen zijn 1000 vooruit gegaan, het kan verschillen. Vicepresident Ashwin Adin in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij vindt dat indien er verschil van mening is, deze middels communicatie opgelost kan worden.